Nou, mama is druk, druk, druk bezig. Voor! Jee, vlammetje erbij. Hele goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer maandag 6 juni 2022. Ja, het is nu 4:30 in de middag, einde van de middag. Ja. Ik loop dus nu lekker naar mama toe. En wat we vanavond gaan doen, dat zien jullie straks. Ik wens jullie wel heel veel kijkplezier voor deze gloednieuwe vlog. Dan moeten jullie zo en zo echt gaan blaffen. Doe normaal! Doe normaal! Doe normaal! Hi mam! Hé hé. Hoe gaat het? Nou ja, ik had weer een draad toen sprak in oma de ruimte zien. Ja. Dat vond het weer heel moeilijk, omdat ik nu weet hoe en wat. Ja. U ziet er trouwens prachtig mooi uit. Dankjewel, schat. Alsjeblieft. Want als ik mijn ruimte zien, pak je, die staat helemaal onder op. Ja. Dat werkt weer geheel anders. Ja. En jullie zijn lekker al buiten geweest, had ik gezien. Ben je weer zo blij dat ik er ben? Ben je zo blij? Ben je zo blij dan? Och kind. Och kind. Och kind toch. Och kind. Ja. Je ruikt lekker naar hond, jij. Je ruikt lekker naar hond. Ja, en jullie zijn allebei lief. Ja, jij. Oh ja. Dank je wel. Ja. Moet ik wel eens zo helpen, ma? Ja, ik. Vrouw, help. Wat wijf ik toch? Kom dan. Auw, zo. Kijk, doe eens rustig. Zo, doe eens rustig, schat. Of ik dat al heb. Het is straks ook dat inspannen allemaal nog. Zo, nagelen langs mijn lip. Nee, dankjewel. Nou. Ben je nou weer rustig dan? En dit is mijn tweede keer op deze bank. Nee. Mam, merk je dat? Ja. Het heeft even tijd nodig. Ja, echt wel. Nou, mama is druk, druk, druk bezig. Voor mijn lieftallige man. Ja, ja. En voor mama haar lieftallige schoonzoon. En mama is ook volgens mij ook heel blij met een klein apparaatje in de huis, hè mam? Een klein apparaatje en ze hoeft er maar wat tegen te zeggen. Oh, en alles wordt voor haar gedaan. Ja. Ja, hè? Toch wel, hè? Ja. Ja.
Dat dacht ik ook. Dan kun je maken wat vals licht kan doen. Het verrievelt allemaal zo. Mm-hmm. Want mijn mannetje die had dus namelijk weer iets gehaald. En bij mijn lieftallige zwager, om het zo met gewoon te zeggen. Ja. En die heeft namelijk een eigen zaak. Kijk. Zo. En mama heeft hem al hier op deze blouse één kant helemaal op twee kanten vastgezet. Ja. Daar moet nog een knoop. Oftewel, een knoop. Daar moet nog een knoop, ja. Ik weet niet, ja, er zit een knoopschaartje. Ja, dat klopt helemaal. Hier zit hij al vast. Daar zit hij al vast, ja. En dan heb je hier een klein dingetje, waar, dat zal wel voor sier wezen. Maar dat is een rot manier om daar te naaien. Want aangezien dat hier klittenband zit en dat meneer daar zijn hand in kan doen. Desnoods als die koude handen hebben of een portemonnee of weet ik wat. Dus ja, dat moest wel los van elkaar. En dan is het een krappe bedoeling. Ja. Niks. En dan moet dit hier gaan naaien. En dan moet je er wel bij kunnen. Ja, ook dat. Dus ik doe er nog een speld erbij in. Nou, dan ga ik even opnoppen. Bij kan komen. Dan ga ik even achter u langs. Mooi haar heeft hij ook, hè? Ja, hè? Ja. En dan sta ik weer lekker in uw licht. Handig. Hou. Ja, nou, ik moet er nou bij zien te komen. Niet meer op meenemen. En ook die tafelkleed meenemen. Nou, dat zien jullie ook. En ook een skeetje mama aan het werk. Nou, ik heb al eerder gedaan, hoor. Met die gordijnen van Mary. Ja, maar ik bedoel gewoon in de vlog, zeg maar. Ja, ah, we hebben de camera daar gehad ook. En dan kan eentje er weer uit. En dan zetten we de naald erin. En dan hoop ik dat hij wilt naaien en dat ik niet hoef te harnissen. Een poot zoeken, daar. En weer. Mee. Zo. Toppie, die zit ook weer vast. Jo. Ja. Ik hoef niet eens te knippen. Hij haalt een draadje gewoon langs. Maar ik heb hier ook nog een mesje hoor. Daar kan ik het ook mee doen. Oké, okay. Nou die zit dan ook weer vast. Ik zie een draad hangen. Oh, die is los. Nou, dan moet ik die ook weer even met een speld vastzetten. Ja. Dan swingelt het er niet zo naast. Zo, daar ongeveer. Ja, zo ongeveer. Dan is deze in ieder geval tot zover klaar, of de knopen na. Yep. Helemaal top. Deze, en daar mag jij ook nog meer gaan. Ik? Ja, dingen eruit halen en even losmaken. Oké, okay, top. Zetten. Helemaal goed, doe ik. Nou, ik heb lekker dit, joh. Haring, zalm, gebakken banaan, lumpia en lekker sushi. En lekker carpaccio, kroephoek. Mama heeft ook lekkere dingen. En ik ben lekker met mama, lekker op stap. Kijk, dat is mijn eten. Thank you.
Zo, ik sta weer lekker buiten. Lekker in de kou. Half kou, 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 kou. Ja. Lekker in de buiten, wat ik net al zei. Ja, helemaal goed. In mijn oude buurtje, weliswaar. Ja, ja. Ik hou ervan. In mijn oude buurtje komen komt het nu. Hé, mam? Ja. Ja, precies. Nou, in deze kroeg die hier achter zit, kom ik dus niet meer. Totaal dus niet. Dat is het karrewiel. Maar we zijn dus hier weer geweest. Dus, maar het karrewiel, nee, daar kom ik dus niet meer. Nope, geen zin meer in. Want de vorige keer dat ik er was, zal ik u wat vertellen. Met karaoke, als je dus iets aanvraagt, behoor je dat in principe ook voor een half uurtje, weet ik, mogen kunnen zingen. Toch? Ja. Nou, ik vraag dus een nummertje aan. Komt de dame in kwestie die dus dat allemaal regelt met haar vent, komt ze naar me toe. Ja, die nummer kan niet meer aangevraagd worden. Want die is al aangevraagd. Vraag ik gewoon netjes. Kan het misschien over een kwartier, half uur, uurtje? Nee, ook dat niet meer. Dus ik ga gewoon weer een ander nummer kijken. Komt ze weer naar me toe. Nummer die kan ook niet meer. Ja, sorry, maar daar ben ik klaar mee, weet je. Dan heb ik zoiets van, ja, hey, zoek het uit, de mazzel. En ik kom gewoon niet meer. Maar we hebben wel gisteren weer een hele andere kroeg gehad. En bij Wendel. Dus dat was top. En ik heb hem mogen openen voor het eerst. Want er kwam Ilona mee. Ja, het kager, die moet hem openen, hoor, ik kan roken. Serieus? Serieus? Ik heb hem geopend, ja. Dus ja, nou even lekker met mama uit eten geweest. Heerlijk. En daar komt Taxi Albert weer aan. Nou. Oh, ik ga stuk hier. Nou is hij dus wel voor ons. Nou, mam, stap lekker in. Openbare dronkenschap. Ja. Een leuke panoramadak. Dat is leuk. In twee delen. Dat is grappig, zeg. Ja, dat is leuk. Oh, wat was dit weer een gezellige avond. Om samen uit eten te gaan met mama bij de helden. Ja. Ze schaduwen weer een korte vlog. Dat maakt niet uit. Geef niet, het waait weer lekker. Mijn haar zit nergens na. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Maar ja, ik vond het gezellig. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten. Maar ja, ik ga deze vlog weer lekker afsluiten. Weer met jullie. Wat else? Dus, vond jij deze vlog dan leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En vergeet dan zeker niet een leuke reactie achter te laten. En dan zeg ik, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.